het contact met de ondernemers, inwoners en de instellingen, dat is het allerleukste. En dat we het beste voor Veenendaal hebben bereikt wat we kunnen bereiken als raadslid. Ik ben Alice Kaatsberg. Naast het schaduwraadswerk wat ik doe, werk ik in de zorg. Ik ben me voor de politiek gaan inzetten omdat ik om me heen heel veel mensen zag die hele goede ideeën hadden, maar daar niet mee verder kwamen. Als ik als schaduwraadslid aan het werk ben, dan ben ik meer buiten dan in de raadzaal te vinden. Vergaderen hoort er eenmaal bij. Maar wat ik dus zo fantastisch vind aan het buitenwerk, is dat je mensen ontmoet, het netwerk vergroot. En hoe gaaf is het als je een ontzettend goed idee hebt, dat je dat praktisch kan vertalen. En zo ben ik mijn rol ook een beetje gaan zien als schaduwraadslid. Dat je een soort bruggetje bent tussen de inwoner en de raadzaal. Ik ben Sietse van der Bij. Naast het raadswerk dat ik doe, ben ik werkzaam bij de gemeente Rotterdam en volg ik een studie bestuurskunde en overheidsmanagement. Ik ben bij de politiek betrokken geraakt omdat ik zag in de omgeving waar ik werkte eigenlijk iedereen wel had geraakt door politiek, maar niemand er echt iets mee deed. En ik was zelf al wel jarenlang lid van een partij, maar bedacht me toen misschien moet ik daar ook maar eens echt actief voor worden. Ik ben dus schaduwraadslid bij de gemeente Veenendaal. En dat betekent eigenlijk dat de raadsleden die mogen stemmen en die doen mee in alles. En ik mag alleen niet stemmen. Dus het handje gaat niet omhoog als we stemmen, maar ik doe wel mee in alle voorbereidingen en debatten. En ja, dat is best wel veel werk. Ik kom op ongeveer 20 uur per week uit, denk ik. En ja, ik heb inderdaad een kind van een half jaar en anderhalf jaar oud. En dat betekent toch wel dat de tijd die ik daarin steek is veel, maar je vindt die gewoon omdat je mensen kan helpen. En dan heb je gewoon die interesse in die mensen, dan ga je er gewoon voor. Ik ben Nelle Kroelassen en ik ben naast mijn raadslidmaatschap officieel ook nog trouwambtenaar. En daarnaast werk ik bij een arbodienst. Ik ben raadslid geworden. Ik heb daarvoor gekozen omdat ik een ras Veenendaler ben en zeer betrokken ben bij Veenendaal ook. En ik dacht, ja, als je iets wil betekenen voor Veenendaal, nou, dan is dit toch de mooiste kans en die moet je dan grijpen. Het allerleukste aan het raadswerk vind ik de bezoeken, de werkbezoeken aan de ondernemers, inwoners die contacten met je opnemen of waar we zelf naartoe gaan. Kijk, de onderwerpen die we voor ons krijgen, die worden aangedragen. Dus gemeenteraadsleden moeten naar buiten om input van inwoners op te halen. Daar gaat het tenslotte om. Mijn naam is Leo Notenboom. Naast mijn raadswerk werk ik bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik vind het belangrijk dat als je ergens een mening over hebt in je eigen woonplaats, ja, dan kun je gaan klagen. Maar dan zeg ik, ja, klagen helpt niet, stemmen wel. En als je dan zegt, ja, je kunt gaan stemmen, ja, je kunt ook zelf nog actief worden als raadslid. Wij bereiden ons voor. Voorafgaand aan de raadsvergadering, in de fractievergadering, dan schrijven we allemaal onze mening op over allerlei raadstukken die wij te zien krijgen. We discussiëren dan vervolgens van wat ons standpunt zal gaan zijn in de komende commissievergadering en later in de raadsvergadering. Maar wat je echt nodig hebt bij de raadsvergadering is dat als het echt een keer knettert, dat je elkaar daarna, na die raadsvergadering, toch wel weer weet te vinden, elkaar een schouderklop uitdeelt en het weer bijlegt. Maar het leuke is dus dat je dus samen naar een probleem kijkt. Ik zeg ook altijd, politiek is niet gebonden aan één partij, maar meerdere partijen. Dus je uiteindelijk voor zorgt dat je met elkaar een succes bereikt. Of het nou met inwoners is of met andere raadsleden. Het lukt toch echt best vaak om echt een succes ervan te maken. En ja, iedere partij heeft zijn eigen kleur. Maar hoe mooi is het om al die kleuren te mengen en dat tot één geheel te brengen voor Veenendaal.